Deze zomer van 2020 stond helemaal in het teken van corona. Dat was natuurlijk geen goed nieuws voor een fanatieke wereldreiziger zoals ik zelf ben. Maar we hebben toch een prachtige rondreis kunnen maken door Oost-Europa. We zijn eerst naar Praag gereden, wat trouwens een prachtige stad is. Door Tsjechië heen, Oost-Bohemen, wat in het oosten van Tsjechië ligt. Door naar Polen, vanuit Polen verder naar het zuiden, door Slovenië heen. Uiteindelijk in Hongarije, in Boedapest geweest, ook een prachtige stad. Maar op een avond zaten we in Boedapest, zaten we bij een heel leuk restaurantje te eten en ik kreeg een plaatselijk gerecht. Dat heet Purkold met deudeulen. En Purkold, dat is een Hongaarse biefstoel in rode wijn gestoofd. En die deudeulen, dat zijn een soort van aardappelkoekjes, kan je wel zeggen. Lekker bruin gebakken. En nou ja, dat vonden we allemaal zo ontzettend lekker, dat ik daar ter plaatse gelijk het recept heb gevraagd, ook gekregen. En de volgende dag zijn we dan naar de grote markt al in Boedapest gegaan, waar je echt van alles kan vinden. Vooral heel veel soorten paprika poeder, want daar wordt heel veel mee gewerkt. Dus je kan er zoet paprika poeder kopen, gewoon paprika poeder, heet paprika poeder, pittig dus. Gerookt paprika poeder, geel paprika poeder en heel veel soorten gedroogde chilipepers die ook heel veel worden gebruikt. Nou ja, met die dingen die ik daar heb ingekocht, gaan we dus vandaag dat recept namaken waar we zo van hebben gesmuld in dat restaurant in Boedapest. Purkold met deudeulen, oftewel een Hongaarse biefstoel in rode wijn met aardappelkoekjes, om het maar simpel te zeggen. Je hebt voor deze Hongaarse stoofpot heb je ongeveer een kilo rundvlees nodig. Ik heb hier een mooi stuk mager rundvlees. Nou ja, dit is wel ietsje groot. Ik heb gewoon de slagen een stuk laten afsnijden en dat was geloof ik 1,5 kilo. Maar jij kan een beetje uitgaan van 1 kilo. Nou, dat rundvlees, dat gaan we eerst even in kleine plakken snijden. Dat wil zeggen, je snijdt in plakken van een centimeter dik ongeveer. En dan snij je nog een keertje door dat je een soort kleine steaks krijgt. Leg die even apart op mijn bord. Dan gaan we die straks even aanbakken. Dit is een heel stuk rundvlees, dat snij ik dus in dat soort stukjes. De stukken rundvlees die worden eventjes flink gezouten en gepeperd. Ik gebruik gewoon normaal tafelzout en witte peper. In een grote stoofpan vergeet ik een scheut milde olijfolie. De rundvlees bakken we even een paar minuutjes aan elke kant, zodat het even aangebraden is. Nou, nu moet ik huilen. Die rode ui is zo sterk. En ik ging hem met mijn neus boven. 50 gram roomboter. In die pan waar we net het vlees in hebben gebakken. Dat is zo'n stukje ongeveer. Gewoon een klomp boter. En dan moet je die roomboter niet te veel verhitten, want dan verbrandt die. Je moet eigenlijk alleen maar goed verwarmen eigenlijk. En dan gaan we dan straks die ui in stoven. En in die boter, die gesmolten boter, gaan we de eieren stoven. En dat laten we echt even 5 minuten in die boter stoven. Na 5 minuten stoven voeg ik de knoflook en de paprika toe. Roer me even doorheen en laten we het nog eens 3 minuten meestoven. In de tussentijd doe ik een gebraden vlees, doe ik eventjes in een schaal. En dat bestrooi ik rondom met bloem. Dan zeg ik van waarom doe je de bloem op? Nou, die bloem dat gaat straks voor een beetje binding van de saus zorgen. Dus doe het maar even gewoon met je handen gewoon helemaal eromheen. Dat alle kanten
met een klein laagje bloem zijn bedekt. Ik ga alle andere ingrediënten erbij gooien. Allereerst doe ik 1 eetlepel van het hete paprikapoeder. Voeg ik toe. Ik heb 3 eetlepels zoet paprikapoeder. Of gewoon normaal paprikapoeder, dat mag ook. Ik heb 2 eetlepels bruine bastardsuiker. 4 blaadjes gedroogde laurier. Die gaan erbij. 2 rundvlees bouillonblokjes. Verkruimel die maar een beetje erboven. Dan mag je een klein blikje tomatenpuree toevoegen. Dat is eigenlijk in feite 2 eetlepels denk ik bij elkaar. Er gaat een blik gepelde en gesneden tomaten gaan erin. Tomatenblokjes dus. Je roert dat allemaal eventjes door elkaar. En dan mag je het vlees terug in de pan leggen. Zodat al dat vlees dat mag erbij. Duw het maar een beetje in de saus. En dan gaat er zoveel heet water bij, totdat het rundvlees net onder staat. Nou, dan, het is niet voor niks in red wine flavored Hungarian beef. Dus er gaat gewoon een vol glas rode wijn. Voegen we toe. Er is nu al een klein beetje die gebonden paprika saus ontstaan. Zie je dat? Het is wel een beetje dikker. Ja, nog uren in de oven staan straks om lekker gaar te sudderen. Mag je dit aan de kook brengen en dan zet het straks voor een paar uur in de oven om verder te garen. Die oven die ik al voorverwarmd heb op 140 graden, dat had ik niet gezegd, maar verwarm de oven eerst even voor op 140 graden, zodat de pan straks in kan. En dan in de tussentijd kan je zelf een glaasje inschenken natuurlijk. Proost! Nou, op die grote markthal waar ik het net over had in Boedapest had ik hadden ze ook overal bij elk raampje een beetje van die gedroogde pepers hangen. Die gebruiken ze daar vrij veel. Dus ik ga even een experimentje doen. Ik ga zo'n peper en dan gewoon in zijn geheel ga ik meestomen. Zodat hij zijn smaak af kan geven. Dus ik doe eens een peper, die voeg ik even toe. Dan de deksel op de pan. Zet je hem in die voorverwarmde oven. En dan laten we het 3 uur stoven op eigenlijk lage temperatuur. 3 hours later. Nou, het vlees heeft lang genoeg in de oven gestaan. Ruim 3 uur. Dat zal wel eens een beetje klaar zijn nu. Zo, ja, dus lekker borrelen. Voor de dodolen, die lekkere aardappelkoekjes die erbij zaten in Boedapest, heb ik even 800 gram aardappels geschild. En die kook ik even samen met een klein beetje zout. Helemaal gaar om te verwerken in ons gerechtje. Ik heb een ui fijn gehakt en die ga ik eventjes bakken in wat olie. Bak maar totdat de ui een beetje glazen wordt. De aardappels zijn gekookt en die ga ik even door een aardappelpers halen. Mocht je dat nog niet in huis hebben, mag je wat mij betreft ook gewoon een stamper gebruiken. Hiermee krijg je net wat fijnere structuur. Leuke sliertjes komen eruit, hè. Ik breng de aardappels even op smaak met wat peper en zout. Dan mag je gewoon een smaak doen. Ja, die van een beetje peper en zout. Dus zit er lekker wat in. En ik voeg die gebakken uitjes toe. Plus een volle eetlepel Turkse yoghurt. Zo. Dan wordt het maar even een beetje door elkaar. Dan heb ik hier 250 gram bloem. Ik doe eerst een klein beetje er doorheen roeren. Dan een volgende beetje. Dus zo in gedeeltes roer ik die 250 gram bloem door de aardappel heen.
kneep het even met mijn handen door elkaar. Zodat het een goed mengsel wordt. We stuiven een houten plank maar eventjes met wat gewone bloem. Dan ga ik die deudelen er zo op snijden en dan plak ze niet gelijk helemaal vast staan die plank. Even kijken, van die deudelen mag je een beetje een dikke rol maken. Zo, ik denk dat het zo wel goed is. En die rol die ga ik in plakjes snijden. Zit ik in een pan een lekker laagje milde olijfolie. En dan gaan we die aardappelschijfjes bakken in die pan. En gewoon zo lang totdat het aan beide kanten mooi bruin is gebakken. Nou, ik schep even wat van die stoofschotel in een diep bord. Ik snij de deulen even door. Die leg ik erbij. En hier heb ik het met een paar stukjes verse puntpaprika, een paar tomaatjes doe ik erbij en ik strooi er wat gehakte platte peterselie overheen. Zo, nou dat ziet er wel lekker uit zeg. Nou ik ben heel benieuwd of het net zo geworden is als in Budapest. Eerst dat vlees eens eventjes keuren. Ja, dit is echt wel een restaurantwaardig stukje vlees geworden. Echt hartstikke lekker. Lekker de kruidige van de paprika poeder erin. Vlees is lekker mals. En ondanks dat ik gebruik heb gemaakt van mijn mager rundvlees, is het gewoon hartstikke lekker mals en valt het gewoon uit elkaar. Het meest benieuwd ben ik naar die deudelen, die aardappelschijven. Zo, ja. Ja, die zijn ook zelf ontzettend lekker. Ja, het is echt zoals daar. Met het eitje erin. Het is een beetje iets krokant van het bakken natuurlijk. Nou, het is echt hartstikke goed. Nou, ga ook zelf aan de slag. In de beschrijving onder deze video vind je de link naar het recept toe. Laat dan weten wat je ervan vond in de reacties onder deze film. En geef een duimpje omhoog. En je weet wat je te doen staat, hè? Word lid van mijn kanaal. Nou, tot de volgende keer. Doei! We'll be right back.